Dan zouden dagen dus... dan zou het toch langer zijn dat de zon langer schijnt. Ja? Stel de wintertijd wordt afgeschaft, dus we hebben alleen nog de zomertijd. Wat betekent dat dan? Dan moet ik even nadenken. Dat er niet meer gaat sneeuwen. Ja. Ja. Voor mij is dat goed, want dan kan ik gewoon doen wat ik wil. Ik kan meer uitgaan en zo, dan hoef ik niet echt winterkleren en zo aandoen. Ik bedoel de zomer- en wintertijd. Oh, allebei. Tijd. Wat? Ik snap het niet. Weet je wat de wintertijd is? Ja, gewoon winter. Een uur later. Of niet? Minder daglicht. Een uurtje langer mogen slapen. Ja, nee, dan wordt in de winter vroeger donker. Nee. Nu? Nee, later licht. Oeh, je bent de eerste vandaag die het goed heeft in één keer. Ja, dan wordt het nog later licht, want daarom hebben we wintertijd, geloof ik. Zodat we minder energie hoeven te gebruiken, omdat iedereen dan ochtends vroeg het licht aan moest doen. Oh, zo, oké. Okay. Je moet echt opletten in de les. Weet jullie hoe laat? 8 uur. Wordt het nu om 7 uur licht in de winter dan? Ja, toch? Dan zijn de dagen... Meer uitslapen, toch? Of juist niet? Oh, juist niet meer uitslapen. Huh? Ik snap het echt niet. Minder zon, zonnelicht. Ik heb echt geen idee. 10 uur misschien? Als... 10 uur, ja. Echt? Goos, dat is wel echt heel ziek eigenlijk. Het is heel laat, hè? Ja, dat is echt heel laat. Ja. Ja, beetje is... raar, ja. Wauw, we zijn al gewend zo. I love winter, I love summer. Ja, voor mij mag het blijven. Ja, sowieso energiebesparing nu met de opwarming van de aarde en alles. Wintertijd is ook altijd heel mooi. Geniet ervan. Kersttijd, Sinterklaastijd. We moeten gewoon meer tijden krijgen. Yes. Yes. En ik vind de verwarring altijd zo leuk. De mensen te laat naar de kerk komen.